Nu kun je dus met AI ook plaatjes maken. Want ja, we kunnen natuurlijk teksten maken. Ik laat het nog zo zien. Alleen het nadeel van ChatGPT 4 is, dit is een beetje de kwaliteit die eruit komt. Het is het net niet. Er zit een beetje sepia over. Het is een beetje oudbollig. En voor de skiers dan onder ons, wat gaat er mis op deze foto? Hij gaat omhoog en de belichting op zijn gezicht klopt niet, want de zon komt van achteren. Dus het is het eigenlijk net niet. Dus als ik dit voor klanten ga gebruiken, dan zeggen die ook van ja, Leon, wat is dit voor goedkope paint-achtig ding, daar betaal ik niet voor. Nu is er ook een andere AI die voor marketing ook super gaaf is. Want dit is bijvoorbeeld een blog op mijn website en dan heb ik een foto nodig van een blije bloemist in een bloemenzaak. Deze vrouw is nep. Ja, maar nu begint het hyperrealistisch te worden. Want Midjourney, zoals deze tool heet, dit is eigenlijk de Bitcoin of Lamborghini op het gebied van fotogeneraties. Begint vanaf $10 per maand en dan kun je ongeveer 200 foto's van maken. Deze foto kost 2 cent om te maken. Dus ik stel hier de vraag, ik wil een blije bloemist in haar bloemenwinkel gemaakt met een Canon 5D camera. En dan krijg ik gewoon deze prachtige foto's die ik zo kan gebruiken. Ja, overal staat Midjourney bij. Dus als je een wervingsvideo moet maken of je hebt mensen nodig die bij jou moeten komen werken, maar niemand wil op de foto natuurlijk, dat snap ik allemaal wel. Wil je een oud iemand, jong iemand, hoeveel sproetjes die heeft, moet die knap zijn, moet die blond, knap. Ja, je kan alles kun je opzeggen, geen probleem. Dat kan nog niet. Nee, dat kan nog niet inderdaad. Maar je kan het grote voordeel, of een voordeel, een beetje een nadeel ook. Deze vrouw kan ik maken. En dit is nu even bijvoorbeeld bij Shell van kom bij ons werken als het ware. Zou je het prima voor kunnen gebruiken. Alleen nu wil ik dat die vrouw ook op een heftruck gaat zitten. En ik wil die vrouw in een hijskraan gaat zitten. Dat lukt niet, want iedere keer blendet die weer opnieuw. Tot een maand geleden. Want ze hebben nu namelijk de mogelijkheid gemaakt om één karakter te maken. Dus niet je eigen foto, maar gewoon je bedenkt een model. En vervolgens kun je die in alle standjes, behalve naakt, kun je die zetten. En vervolgens kun je daar alles mee laten doen wat je wil. Dus ik maakte even gewoon een model. En dan kun je ook nog aangeven hoe knap ze moet zijn op een schaal van 0 tot 700. En vervolgens kun je... Ja, je kan dan gewoon die vrouw in alles genereren. Kijk, ik zeg een beetje tandjes hier zo, dat gaat net niet helemaal. Maar de prima foto. Ja... Ik vind het net niet. Maar als je dan vervolgens een tekstje erbij zet. Hey, kom je bij ons werken? En ik zet daarna haar in een graafmachine of bij een kabels- en leidingenproject. Ja, dat kan gewoon. En hoe duur was nou die print die jij nou thuis opstaat? Nou, nu, dit is echt een uur versie. Mocht je nou echt nog meer willen leren. Wat ja. Ik vind dat als mijn klanten dit gebruiken, dat ze ook een watermerk erop moeten zetten, AI generated. Ik vind het niet authentiek. Dat vind ik aan jou om daar een antwoord op te geven. Ik vind dit, als jij geen geld hebt in je marketingbudget, en heel veel marketingmensen hebben dat, dan is dit een prima alternatief. Maar ethisch, met name een gemeente, die moet hier wel heel kritisch over zijn van ja, is dit dan, want dan staat er gemeente Utrecht zet AI-model in. Dan voel je alweer het negatieve nieuws. Maar ik vind dat dit gewoon moet kunnen. Dat dit gewoon kan. Maar of het ethisch aan jou is, mag je zelf bepalen. Nu mocht ik van Bart een kleine promo doen. Mocht je het nou leuk vinden. We hebben op 5 september een hele dag ChatGPT training. Hier in de Kloosterhoeve. Als je mailt naar Bart, dan kan hij je alle informatie toesturen. Maar we hebben volgende week woensdag ook nog 2 plekjes over. Dus mocht je nog willen, dan mail even naar Bart. En dan €400, ex-BTW. Met lunch en boek krijg je erbij. Dan hoef je boek voor €25 niet te kopen. Dus dan moet je even naar Bart. Oké. Okay. Ja. Als ik zeg maar die gratis versie kijk, dan zie ik de reviews dat je toch uiteindelijk betaalt. Hoe zit dat nou? Nee, dat klopt niet. Nee, dat is dat bij de. Er zijn heel veel apps, daar komen ze meteen wel op. Die doen net alsof ze ChatGPT zijn.